Spaanse kust met een Grieks tanker en bij de Bermuda-eilanden met een groot Liberiaans schip. De documentaire die u dadelijk kunt gaan zien is dan ook bijzonder actueel, want daarin komen vele aspecten naar voren van de zeeslepers waarin Nederland internationaal zo'n vooraanstaande rol speelt. Maar niet altijd zijn de mens en de machine het sterkst. Soms wint de zee. Op de rotsen bij Guernsey is de Elwood niet in nood. In de radiokamer van het sleepvaartbedrijf Wijsmuller wordt het noodsein ook ontvangen. Er wordt telefonisch contact gezocht met de eigenaren. Uit informaties van de kustwacht blijkt dat het schip zich heeft vastgepriemd op de rotsachtige kust. De lading bestaat uit ijzererts. Vanuit de lucht is duidelijk te zien dat het schip er niet best voor ligt. Het is verlaten door de bemanning. Wijsmuller heeft de opdracht gekregen om te redden wat er te redden valt. Voorwaarde, no cure, no pay. Lukt de berging, dan krijgt het bedrijf uitbetaald. Lukt het niet, dan krijgt het geen cent. Het wordt een kwestie van tijd. En tijd is geld. In IJmuiden worden sleepboten en bergingsvaartuigen geladen met pompen, slangen, compressoren, draden en proviant. Door de rotsachtige bodem is het schip bijna van voor tot achter opengereten, maar de machinekamer staat nog droog. Helikopters worden ingeschakeld om het eerste bergingsmateriaal aan boord te brengen. Terwijl het lossen van het materiaal doorgaat, onderzoeken duikers de bodem van het schip. Om het schip lichter te maken, wordt een deel van de lading overboord gepompt. Een karwei dat weken in beslag neemt. Aan dek worden de luikhoofden zoveel mogelijk luchtdicht afgesloten. Dan worden speciale luchtinlaten geplaatst en door nu lucht in de ruimen te pompen, wordt het zeewater in de ruimen door de bodemschade naar buiten geperst. Het schip wordt hierdoor lichter en komt weer hoger op het water te liggen. Okay.
Na maanden van voorbereiding kunnen de sleepboten eindelijk vastmaken. Bij springtij lukt het om de zwaar gehavende Elwood Mead van de rotsen te trekken. De olieindustrie ter zee heeft ervoor gezorgd dat steeds grotere en sterkere sleepboten kwamen. Honderdduizend paarden waren nodig om dit betonnen booreiland in aanbouw van Europoort naar Noorwegen te slepen. Nederland speelt een belangrijke rol in de zeesleepvaart. We hebben zo'n 60 zeegaande sleepboten. De sterkste is 22.000 pk. De hele wereld is hun werkterrein. Alles wat maar even kan drijven, wordt versleept van het ene naar het andere eind van de wereld. Dit is bijvoorbeeld een boerijland dat met zijn poten naar beneden op de zeebodem komt, maar nu versleept wordt met de poten omhoog. Deze constructie is ook weer een gedeelte van een boer- en productieplatform. Er is niet zoveel kracht voor nodig om het te verslepen, maar meer een precieze hand en erg veel vertrouwen in de man die de brug heeft opgemeten. Dit is een nieuw droogdok. Het moet van Bremen naar Peru. Maar soms wint de zee.
Sinds de olie- en gaswinning op zee is er een nieuw soort sleepboot op de wereldzeeën verschenen. De Anchor Handling Supply Tug. Vrij vertaald, anker-, behandel- en bevoorradingssleepboot. Booreilanden die op grote diepte moeten werken, drijven in zee en liggen aan ankers afgemeerd. Boeien markeren de plaats waar elk anker ligt en moeten dus eerst aan boord worden genomen. En dan volgt het anker. In speciale kettingbakken wordt de ankerketting bewaard. Een moderne sleepboot is uitgerust met onder meer een weerkaartenontvanger. Hoe ziet het eruit vandaag? Nou, gaat wel. De sleepboot Smit Rotterdam is met het boereiland Divi Gamma onderweg van de Noordzee naar Marseille. Divi Gamma, Smit Rotterdam. Dit is Smit Rotterdam, Divi Gamma. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Arie. Goedemiddag allemaal. De middagpositie vandaag is 37 graden en 4 minuten noord. 3704 noord. De lengte 1 graad 22 west. 0122 west. En de run was 106 mijl. 106 mijlen over. Noord, dat is correct doorheen gekomen. Ik heb positie van 1200. 3704 noord en 0122 west. En de run is 106 mijl. Ja. Het ziet er allemaal goed uit, gaat prima. Het is mooi weer, hier gaat alles goed. Dus lekker zo. Ja hoor, goed ontvangen, correct ontvangen. Oké. Nou, de weerberichten zijn ook goed, dus het ziet er allemaal gunstig uit. Eet smakelijk dadelijk en tot wederhoor. Oké, van deze kant ook zo hetzelfde en tot wederhoor. Ja, zie je. Op een kleine 1000 meter hangt de sleep achter de sleepboot. De sleepdraad zit met een kettingspruit aan de sleep vast. De polsdikke draad hangt door het eigen gewicht met een grote boog onder water. Op het diepste punt is dat zo'n 50 meter. Een van de leukste dingen van het varen op zo'n schip is de combinatie van de aloude zeemanschap. Wat iets te maken heeft met het trekken aan trossen, vroeger het stellen van zeilen. Het op zee zijn, weer en wind onder ogen zien, zien te trotseren. En dit in combinatie met alle verworvenheden van de huidige techniek. De knopjes, de wieltjes. Dit hele schip is niet zo groot in vergelijking tot een supertanker, maar voor een sleepboot is het een hele grote. En die kan door één man hier vanaf de brug bediend worden. Zoals hier de beide schroeven die zowel als de motoren bediend worden met deze hendels. De boegschroef. De stuurautomaat, de radars. Een hele prettige bezigheid om in samenspel met al die instrumenten en die hulpmiddelen een schip te varen. ...22.000 paarden staan hier hun voer te verorberen.
in de geluiddichte machinecontrolekamer kan in één oogopslag het functioneren van de talrijke motoren en pompen worden overzien. Onderhoud aan boord is van essentieel belang. De snelheidsmeter op de brug wijst 4,5 mijl. Het middagbestek wordt dagelijks in het scheepsjournaal genoteerd. Een van de grootste en zwaarste transporten. 80 meter onder water en 125 meter erboven. Dekoppervlakte van dit nog niet afgebouwde olie-, boor- en productieplatform is net zo groot als 2 voetbalvelden. Sleepboten met een totale kracht van meer dan 65.000 paardenkrachten moeten de kolos naar haar definitieve bestemming brengen, ruim 200 kilometer uit de kust van Noorwegen. Om een indruk te krijgen van de gigantische afmetingen, een vergelijking met het Vrijheidsbeeld, de Big Ben, de Euromast en de Eiffeltoren. 44,64. 44,64. All Tux 115. Rotterdam 115, radio. Hotel 115. Atlantic 115. Pacific 115. Noordzee 115. Hoog boven alles uit is de commandopost. Van hieruit wordt door één man de sleep geleid. In de fjorden moet een bocht van 90 graden worden genomen. Dit betekent draaien met bijna pas op de plaats. Smit Rotterdam. 1-1-0. 1-1-0.
Smit Rotterdam, Roger, 110. Ook radiobakens zorgen voor de positiebepaling. 221,54. 221,54. Duidelijk is hier te zien hoe de bocht moet worden genomen. Het maar even uit de koers raken van het logge gevaarte zou een catastrofe betekenen. Smit Rotterdam 095. 095, wat zeg? Keep the turn going, Smit Rotterdam and all the Turks. Keep the turn going. Rotterdam, Roger. Atlantic, Roger. Go down, Roger. Don't say, Roger. Iedere vier uur wordt door de Marconist een waarschuwing voor de scheepvaart uitgezonden. Security, security, security. All ships, all ships, all ships. This is Turk Smit Rotterdam, Smit Rotterdam. With navigational warning, navigational warning. Large structure towed by five Turks underway from Stavanger in position at 0800 GMT 59.19 north. 03.20 east, speed 2.2 knots, course 310 degrees, stop. Unable to maneuver, stop. Please give a wide berth. Eenmaal op de afzinklocatie formeren de sleepboten zich in een stervorm rond het boorplatform. Op een speciaal planboord wordt de trekrichting van de sleepboten bijgehouden. Vanaf de brug van de sleepboten wordt de sleepdraad bediend. Een gesloten televisiecircuit zorgt ervoor dat op de brug de lieren en draadtrommels in de gaten gehouden kunnen worden. Een nieuwe, kortere sleepverbinding wordt tot stand gebracht om tijdens het afzinken zeker te zijn van een goede manoeuvreerbaarheid. Vast die wij! Vast! Los, jong! Tussen de sleepdraad en het platform komt bovendien een rekker. Een veerkrachtige nylon tros die plotselinge krachten moet opvangen, zodat de sleepdraad niet kan breken. Beetje 4 rechts! Oh, sorry.
afzinken van het betonnen platform wordt nu zeewater in speciale compartimenten gelaten. Behoedzaam houden de 6 sleepboten het gevaarte exact op de plaats waar het op de zeebodem moet komen te rusten. Smit Rotterdam, volthouden. Smit Rotterdam, volthouden, please. Kom back on power 6, please. Smit Rotterdam, power 6. Power 6. Een grootse operatie is achter de rug. Een succesvol hoogtepunt kan in de annalen van de Nederlandse zeesleepvaart worden bijgeschreven. Until she is further penetrated. Don't leap out. Van mooi weer tijdens een rustige sleepreis moet geprofiteerd worden voor stoppen en schilderen. Natuurlijk ben ik wel eens bang. Dat wordt met de jaren is dat wat minder geworden, minder frequent, misschien minder hevig door routine. Wat altijd erg moeilijk blijft, is bijvoorbeeld het strijken van een boot met slecht weer. Gaat het nog wel, gaat het niet? Heb je dat besluit genomen? Die werkboot gaat te water, dan stuur je toch maar even andermans kinderen erop uit. Niet levensgevaarlijk, maar bepaald ook niet zonder risico. De olietanker Olympic Bravery werd op haar eerste reis tijdens een hevige storm op de kust van het eilandje West Sand geworpen. Aan boord was alleen bunkerolie, brandstof voor de eigen machines. Alleen met helikopters was het nog mogelijk pompen en slangen aan boord te brengen. Maar de schoorsteen stond in de weg. Niet voor lang. De zwaarste stukken worden door vliegende hijskranen aan boord gezet. Met peilingen wordt nagegaan hoeveel olie in de tank zit en of deze al lek zijn gestoten. De bunkerolie is nog dikker dan stroop. Stoom is nodig om die olie te verwarmen en zo te verdunnen. Slangen worden aangesloten. Kleine helikopters brengen meer pompmateriaal aan boord. De tanker wordt in de buurt van het wrak gebracht om de bunkerolie over te nemen. Na een week van steeds verwarmen is de olie uiteindelijk verpompbaar. Drie etmalen pompen en dan is dit karwei ook weer geklaard.
Soms wint de zee. Nog vers in het geheugen ligt de enorme ramp met de olietanker Amoco Cadiz. De hele lading ruwe olie spoelde aan op de Franse kust. Het zorgde voor de grootste olieverontreiniging tot op heden. Wekenlang deden Nederlandse bergers alle mogelijke moeite om het schip te behouden. Maar door de steeds weer op elkaar volgende stormen en de enorme deining slaagden zij er niet in het schip vlot te brengen. De zee eiste opnieuw zijn tol. De Amoco Cadiz werd een prooi van de golven. Andere tankerramp met de Urquiola voltrok zich bij La Coruña aan de noordwestkust van Spanje. Dit schip was geladen met 111.000 ton ruwe olie en brandde voor een groot deel uit. Pas 3 dagen na de brand konden de Nederlandse bergers voorzichtig aan boord van het nog warme schip voor een eerste inspectie. Een levensgevaarlijke onderneming. Door de enorme hitte van de brand zijn de afdichtingen van de tankdeksels gesmolten, waardoor het zeewater naar binnen is gedrongen en vrij spel had in de tanks met olie. Door deze wisselwerking ontstond gas in de tanks die weer naar buiten stroomde en als een wolk boven het dek van het schip bleef hangen. 1 vonkje en alles en iedereen zou verloren zijn. Op de brug had de brand zijn verwoestende werk gedaan. Voor een beetje houvast op het hellende schip worden touwen gespannen. Lopen op het dek is nauwelijks mogelijk door de overspoelende zee, de lekkende olie en het gas. Met speciale meetapparatuur wordt nagegaan hoeveel olie er in de tank zit en hoeveel water er bij die olie zit. Langs zij komen met een andere tanker om de lading over te nemen blijkt onmogelijk. Op zo'n 300 meter van de Urquiola worden daarom zware ankers met meerboeien uitgezet om die tanker te kunnen afmeren.
Intussen worden ook voorbereidingen getroffen voor de samenstelling van een drijvende pompleiding. Met het overpompen van de lading wordt de eerste bergingsfase afgesloten. Wat heb ik nu in mijn achtertuin, moeten de bewoners van Guernsey gedacht hebben. Een door een Duitse sleepboot verloren sleep, een ponton met boereiland, strandde hier op de rotsachtige kust. Aan de Nederlanders de eer om dit kostbare boereiland te bergen. Overgevlogen bergingsmateriaal wordt aan boord gebracht. Waarom gaan we daar zeker binnen de zakken? Want we gaan verder gedrijven. Duikers brengen springladingen aan op rotspieken die onder water in de weg liggen. Als straks het boereiland in zee wordt getrokken. Worden ankers ingegraven om het ponton waarop het booreiland nu nog staat vast te houden. Heel vroeg in de ochtend komt de springvloed op zijn maximum hoogte. De slepers liggen klaar. Ongelooflijk, maar de Orion drijft. En voor de sleepboten en hun bemanning een moment om te vieren. De zeesleepvaart is een leven vol contrasten. Plotselinge activiteit, gevaar, opwinding
of, zoals meestal, schijnbaar eenvoudige routine. De bemanning van zo'n zeesleper, zo'n 25 man, is 5 maanden achtereen van huis. Ze werken, ze slapen en ontspannen aan boord. Ze zijn op zichzelf en elkaar aangewezen. Ze vormen 1 team. En hoe zie jij nou dat de belg voor je rijdt? Hoe je dat kan zien? Ja. Nou, dan zie je zijn rug. Nee, als een kenteken. Dat was een goeie. Ja. Dat is een goeie. Ja. Dat is een goeie. En dag en nacht, 4 uur op, 8 uur af, wordt er wacht gelopen. Week in, week uit. De sleep volgt trouw. Ze destilleren zelf hun zoetwater, zodat ze maandenlang op zee kunnen blijven. Het proberen van de waterkanonnen is meer een plezierige afwisseling dan echt werk. Kapitein is verantwoordelijk voor het succes of het falen. Verantwoordelijk voor het leven van ieder aan boord. Een mens met zijn eigen gedachten. Peter, wil je me met dit zonnetje helpen? Ik snap die niet. Snap je die niet? Nee. 98 min 18. 98 min 8, hoeveel is dat? Als je 98 hebt en je haalt er 8 af, wat heb je dan nog over? 98. Als ik het onder elkaar zet, kan je het dan beter? 98. Heb ik ook wel eens met de gevoel, maar dat schijnt helemaal niet zo simpel te zijn. Dat doen ze 98 en min 18. Hè? Dan gaan we dat eraf trekken. Dan gaan we 8 min 8. Hoeveel is dat? 8 min 8? Ja? 0. Ja, dat is 0. En 9 min 1? 8. Ja, dat is de uitkomst. Dat is een makkelijke manier, hè? Maar die heb ik niet. Zie je, je kan ook zeggen 98 min 18. Eerst achteraf naar die 90, dan nog 10 eraf. Hè? Dan heb je 80.
4, this is West Venture Rig. Cap, please stay on course standby for a helicopter takeoff. Over. West Venture, this is 104. Okie doke, will do. Standing by on channel 6. De zee is ongenaakbaar, maar voor de Nederlandse slepers gaat geen zee te hoog. Over alle wereldzeeën trekken ze hun slepen. Overal liggen ze klaar om te bergen, om te redden wat er te redden valt. Hollands glorie, maar soms wint de zee.